Hallo, lieve kijkbuiskinderen van mij. Ik ben het, Zeikgeit. En ik zeik als een geit, want ik ben Zeikgeit. Ja. En we gaan verder waar we gebleven waren. En dat was een paar trainers hier nog even uit te dagen. Omdat het kan, want we gaan verder met Let's Play Pokémon Fire Red. En ik doe nu Magnitude 7, omdat het gewoon kan. En omdat het leuk is om te doen en zo. Weet je wel. Dat vind ik wel leuk. Dat ik dat kan doen. Omdat het kan. En omdat ik cracks doe. Voor een of andere reden. Omdat Axel lekker een level up moet gaan. Ja. Dank jullie wel. Level 25. En ik hoef geen mutlap. Het slowpoke. Ga me even deel over inzetten. Omdat het kan. Ga me even shockwave doen. Dan gaat hij dood. Dank je wel. Ik ben zo blij dat ik Herman heb verslagen. Echt waar. Even kijken hoor. Ja, tada. Want ik ga nu trainen met pizza. En dan gaan we even deze de gemeneerde hiker opnemen. Oh, this mountain air is so delicious. Ja. Yeah. It's so delicious, meneer Onyx. Dat ik jou even ga inmaken. Echt waar. Dat vind ik zo leuk om te doen. Jou inmaken. Met Metal Claw. Ja. Metal Claw. Omdat het kan. Graveler is de volgende Pokémon waar we tegen gaan opnemen. En ik ga dat proberen met Axel. Omdat het kan. Dat vind ik wel stoer. Ook al is dat heel dom eigenlijk. Maar goed. Wie maakt dat nou uit, hè? Oh, dat is eigenlijk dus niet zo dom. Ik had verwacht dat het veel weiniger effect zou doen. Om heel eerlijk te zijn. Dus het lukt allemaal precies zoals ik had verwacht. Meneer Trent. Ga maar lekker verder met je Trent. Wat heb jij mij te bieden? Karel. Wie heet er nou Karel? Echt, vooral als je een meisje bent, wie heet er dan Karel? Dan ben je toch zielig? Ah, ik ben Karel. En ik ben een meisje. Ik ben zo moe. Jij hebt me verslagen. Ah, je maakt me niet bang, meneer Geodude. Want ik maak je toch lekker in. Oké, nu ben ik wel bang, maar daar hebben we wel wat. Ah, daar hebben we niks tegen, maar goed. We doen net alsof we er wat tegen hebben. Dat was best wel dom eigenlijk, maar goed, het kan. Het is allemaal geoorloofd. Hij heeft me toch bijna dood, dus ja, dat maakt niet uit. En toch win ik het van hem, hè, stoere jongen. Oh, ik lach niet. Oh, ik heb het lachen, ik heb het lachzirus. Nee, gewoon niet. Eigenlijk is het helemaal niet grappig, maar goed. Plof, kip, trainen voor de win. Ja, heb ik eigenlijk Pokémon in mijn box zitten? Dat vraag ik me af. Oh, Nathalie en Rattata. Rattata. Omdat het kan, hè? Je weet zelf. Oké, hier woont meneer Fuji. En daar hebben we eigenlijk wat van nodig. Maar die is er niet, want hij is ergens heen. En goh, waar zou die nou naartoe zijn, zeg? Ik heb geen idee. Wacht, als ik daar naar binnen loop, kunnen we tegen Blue, als het goed is. Of tegen, ik weet niet eens meer hoe ik hem heb genoemd. Oh, niet? Was het dan zeker een andere? Ik weet het niet meer. Ik dacht dat het hier was, en nu. Maar, ik zou me wel vergist hebben. Hè? Domme ik. Domme jongen. Even kijken, welke route zou ik nou eerst doen?
Zou ik een beetje story gaan doen of zou ik een beetje gaan niks nutten zoals ik nu eigenlijk doe? Ik kan wel gewoon een beetje trainen. Weet je wel? We gaan even hier naar boven, lol. Hey, ik dacht hier zo'n 8 zat. We hebben Return nu gekregen. We zien de Pokémon Tower en aan die andere kant zie je een grote dikke Snorlax. We hebben hier een paar vissers waar we tegen gaan vechten. Zoals jij. Meneer Ned. Met je plofkip. Aerial Ace. Weet je wel? Polybag. Hups, volgende die we zo gaan inmaken. Plofkip, je bent zo sterk. Net Survival Gids hebben we verslagen. Ugh, succes niet gegarandeerd. Want ik ben net. Hey, Dildo komt wel goed van plas hier om te trainen. Om heel eerlijk te zijn. Oh, heb geduld. Vissen is een wachtspel. Visser Chip. Met zijn dildo. Dat doen we gewoon heel simpel. Doen we gewoon even dit. Ik moet me natuurlijk wel even bedenken dat ik en een Thunderstone en een Leafstone nodig heb in Celadon City. Dus dat wordt sparen. Maar goed. Dat komt allemaal wel. Oeh, dat klinkt interessant. Die gaan we natuurlijk wel even leren. En degene wie ik vervangen is Shockwave. Gewoon omdat we daar toch niks aan hebben. Ik wil graag Quick Attack een beetje voor de zekerheid houden. Dat zou wel makkelijk zijn. Ja, nou ja, ja. Het kan. Het is geoorloofd. En ik ga nu met een Diglett tegen een visser vechten. Ik weet nou niet of dat zo heel handig is, maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb niks te verliezen, dus... Oké, nu wel. Maar doen we gewoon even dit. Dan gaan we eindelijk even Thunderbolt uitproberen. Oh, I'm so bad. Oh, je hebt me pijn gedaan. Ik hou van vissen. Maar, begrijp me niet verkeerd. Maar het is het beste als ik meer werk te doen heb. Of zo. Oh, heb ik het weer. Vergeten om te wisselen eigenlijk, maar ja. Wat kunnen hun me nou eenmaal doen? Ik bedoel, ik ben veel sterker dan hun. Waarom heb ik dit ergens al zien aankomen? Oh, je bent zo vervelend, hè? Even kijken, hoor. Wat? Nee! Ik heb niks. Nou ja, dan maar zo, hè? Ja, dan kan je wel bubbel op mij gaan doen. Maar dan word ik wakker en dan ga ik even Rocktomp op jou doen. En dan ga ik level up. Level 26. Dan gaan we even vechten met Dildo, omdat het kan. Hoppakee. Dat vind ik wel mooi. Goldeen? 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 Doei, Goldeen. Seahorse. Ik bedoel Horsey. Omdat het kan. Oh. Ja! Ja! Een penis in de grond evolueert. Een grafsteen. En het wordt uiteindelijk... Drie grafstenen! Momentje hoor. Hallo? Oh, hij heeft opgehangen. Oh, hallo? 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 Ah, fuck. Centom, dat wil ik eigenlijk best wel leren. Maar, ja, dat doen we dan ook lekker, hè? Nou ja, weet je, ik ga hier gewoon even de par beëindigen. Dat lijkt me wel zo slim. Nee, niet zeven, kut! Oh. Ik hoop dat ik hem net had tegengehouden. Oké, ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.